het dan misschien mogelijk dat ik een van mijn nieren doneer aan mijn oma? En toen heeft die huisarts die heeft gezegd, ja, medisch gezien is het mogelijk. Maar van de andere kant, wat moet jouw oma met drie nieren? Ja, ik maak al 30 jaar lang medicijnverpakkingen open aan de kant waar de bijsluiter zit. Altijd! En soms zie ik het doos en denk ik, nee, nou niet van Madeleine, rotzak, draai ik hem om, zit hij aan de andere kant? Ik weet niet hoe ze het doen. Nee, Kevin, je god niet op de iPad, jongen. Ik wil het gewoon niet hebben, Kevin. Kevin, we gooien het er niet. Kevin! Oké, 5 minuten op de iPad dan, 5 minuten. Ik was echt ontdaan en ik moest het nieuws kwijt. En alleen Lennart was thuis, mijn oudste zoon, 11. En ik zei, Lennart, Prins is dood. En hij keek me aan en zegt, wie, Harry de Nurste? Maar 5 minuten op de iPad, ja, en geen spelletjes. Kevin, geen spelletjes. Kevin, moeite waard er niet mee. Ga ik naar buiten? Kevin, geen, ik wil het niet hebben. Kevin, één spelletje maar doen, één spelletje. Als een man dus morgens mag kiezen, dan vreet hij toch een boterham met boter, kaas, spek en een ei erop, of niet? Noest ontbijt, toch? Er is toch geen enkele vent die 's morgens voor zijn plezier een bak Griekse yoghurt met notenmelange naar binnen zit te knagen, of wel dan? Ik doe één spelletje, het geluid af. Kevin, het geluid gaat af. Nee, Kevin, dit is zachtjes. Af. Kevin, het geluid ge helemaal af. Ik zal u uitleggen waarom, jongen. We zitten hier in een stiltecoupé. Weet je wat ik tegenwoordig moet, Jos? Ik moet zittend plassen van mijn vrouw. Kom op! Ik moet zittend plassen. Het ding hangt toch niet voor niks? Kom op! En zelf wel de hele dag staan zeiken. Dat vind ik nog het ergste.